Gefeliciteerd. Ik ga even voorlezen wat er in ons juryrapport stond. Wervelkolom door Michelle Brouwer, gebaseerd op het kunstwerk van Tanja Smeets, Het opgetilde landschap, is door de jury om verschillende redenen tot eerste gekozen. Het is een spannend, dreigend verhaal met poëtische en functionele beeldspraak. Een verhaal dat dicht bij het menselijk leven staat. De dichter vermijdt clichés. De thematiek verbindt het kunstwerk van Tanja Smeets met de dreiging van het water en daarmee ook met de klimaatverandering. De dichter, of heet je liever dichteres? Dichter, hè? De dichter speelt met de verschillen tussen groot en klein. Bijvoorbeeld, er is namelijk een boekje gemaakt van de mooiste 20 gedichten en daarbij foto's. Het ziet er heel prachtig uit. Hou jij dit even vast. Woehoe! Dit is het boekje. Kijk. Hier ziet u hoe mooi dat is opgemaakt met de gedichten erin en foto's erbij en de kunstwerken. Dat gedichtje is te koop in de boekhandel. Alsjeblieft, dat geef ik je vast. En ik geloof dat het hierboven ook te koop is. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar in ieder geval komt het in de boekhandel. En verder natuurlijk de prijs. Ik hoop dat je het... Wervelkolom. Dag 1. Je loopt langs zijn boerderij, ziet hem verwoed wroeten in zijn kale tuin. Zijn vrouw wacht binnen tot haar voorgevoel klopt. Midden in het veld komt een ruggengraat op, duwt zich tussen dijk en boerderij. Dag 5. Water stijgt niet, het is er opeens. De boerderij is een benauwd eiland. Zijn vrouw snijdt een appeltaart aan stukken. Ergens barst de aarde onherroepelijk open. Op de ruggengraat nestelt zich een verlangen. Gereedschap uit de schuur kleeft zich eraan vast. Dag 7. De boerderij staat scheef. Nu pas zie je dat de ruggengraat groeide door een ondergrondse kracht magnetisch werd. Het dak van de boerderij barst open als een ei. Je ziet zijn vrouw het hoogste punt zoeken, roepen. Dag 12. Het huis is gekrompen, maar bovenop zit zij. Onderdekens met zijn kleren aan taart te eten. Dankjewel.